Hallo allemaal, ik wil eventjes wat mededelen aan jullie. Ja. Ik ben, zoals jullie weten, ben ik begonnen met vloggen en zo op mijn kanaal. Maar ja, ik ben erachter gekomen dat ik het toch minder leuk ging vinden en zo. En dat ik zeg maar niet echt heel veel interessante dingen doe die ik wil vloggen. Waardoor zeg maar mijn vlogs saai overkomen. Ze zijn langdradig en ja. Het is niet echt heel erg leuk om naar te kijken. Dus ik heb besloten dat ik minder vaak ga vloggen. En dat ik echt alleen maar ga vloggen als er echt iets leuks is. Als ik naar een pretpark ga. Of als ik echt iets heb van oké, dit wil ik echt delen met jullie. Dat ik dan pas ga vloggen. Zodat ik niet maar zomaar random ga vloggen. Dus dit was denk ik ook een van mijn laatste vlogs. Ik ga natuurlijk wel gewoon door met video's maken. En ja, het is zo dat ik... Ja, mijn camera is natuurlijk ook kapot. En het is heel erg lastig om met je telefoon te gaan vloggen. Want het neemt gewoon heel veel ruimte in en zo. Dus ja, ik ben ook niet echt goed in vlogs editen of zo met muziek eronder. Ja, ik kan het wel. Maar ik heb er gewoon minder plezier in dan dat ik een normale video edit. Dus het is gewoon... ja, ik denk dat ik het gewoon leuker vind om normale video's op te nemen. En als jullie zeggen van nee, ik wil echt dat je gaat vloggen, dan zal ik ook wel gaan vloggen. Maar het is niet meer zo dat ik nu mijn kanaal een vlogkanaal is met andere video's daarbij. Maar het wordt omgedraaid. Dus ik heb nu gewoon normale video's op mijn kanaal. En af en toe komt er een vlog online als ik echt leuke dingen ga doen. Want anders is het ook niet leuk voor jullie om naar te kijken. Want mijn vlogs hebben veel minder views dan mijn... normale video's. Dus dan neem ik aan dat jullie die andere video's leuker vinden om naar te kijken. Als dat niet zo is, laat het me dan alsjeblieft even weten in de reacties. Maar ja, dit is dus een vlog die ik denk 2 weken geleden is opgenomen of zo. Dus ja, 3 weken geleden hoor ik hier al. Dus ja, ik heb ook niet echt meer zin om vlogs te gaan bewerken omdat het gewoon minder leuk is, weet je. Dus... ja, hier komt in ieder geval de vlog. De verjaardag van Jasmine, het was een leuke dag. En er komen nog wel vlogs aan. Van die ik hiervoor al heb opgenomen. Dus ja, die komen er nog aan. En ja, dat was het. Gaan we maar over naar deze vlog. Goedemorgen mensen, het is vandaag maandag. En het is vakantie. Het is nu 14:15. Het is ongeveer al middag en ik heb al gewoon ontbeten en alles. Ik heb vanmiddag een feestje van mijn nichtje Jasmine. Dus dat ga ik lekker vloggen vandaag. Voor de rest ga ik niet echt iets doen. Zo. Sonja komt straks naar mij toe, want die heeft haar nagels laten doen. Dus ze gaat eventjes showen. En ja, dan gaan we denk ik even een filmpje kijken of zo. Ja, dat was het. Ik ga nu even gewoon naar beneden tv kijken. Wachten tot zij komt. En dan zien we vanzelf wel. Dus ja. Toen ik thuis was, was Sonja nog eventjes naar mij gekomen. En toen hebben we eventjes gewoon gechilled. En toen is ze naar huis gegaan. En nu is ze weg voor 4 weken. Maar we zijn nu onderweg naar de verjaardag. En ja, als we daar zijn, ga ik wel weer filmen. Dan voor mijn nichtje. Hoi, ik ben aangekomen op het feestje. Ik ben met Imani en met Katie. Waar is Jasmine? Ik weet het niet. Nou, we zijn op het feestje en het is al heel erg druk. Waar is Jasmine? Ik ga Jasmine bellen. Ja, is goed. Katie, doe zo. Hop. Oi, oi, oi. Katie, doe zo. Opa komt zo, ja? Doe zo. Zo. Opa, hoe? Opa, nog een keer, want je auto is weggeklikt. Nee, kijk zo. Ja. Ik ben naar beneden gegaan. Kijk, zo. Jasmine is er. Dat is de jarige. Doe een dab. Vind je verjaardag leuk? Ja. Okay. Ik heb heel veel geld gekregen. Zo. Oh, wow. Tot weer.
stoelen, de angst. En daar is Sammy, en daar is Sammy. En daar is Leda, en daar is Oyana. Hun zijn een drieling. Hey, iets doen. Dit is 1, 2, 3. Ja, nou ja. 1, 2, 3. Sowieso ga ik even pakken. Ga je even filmen? Ja! Dat is nu! Oh, die kan staan niet! Valiet, man, papi, je mami, no lop den bari! 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 Ja, we spelen stoelendansen. We zaten helemaal in, hoor. En zo meteen zitten wij daar.